voorzichtig gaan uitzetten, waar Today's Art ook weer bij heeft geholpen. En het zijn er 50.000 geworden. 50.000 soldaten die over de hele wereld zijn verspreid. En die met de hulp eigenlijk van het publiek tot een prachtig resultaat zijn gekomen. Ik vind dit soort projecten die vallen of staan bij de... Bij